Op vrijdag 15 juli werd op het Vostermansplein in Heusden het kinderkunstproject 2016 van Misty Fields onthuld. De kinderen van groep 4 en 5 van Antoniusschool hebben in samenwerking met Misty Fields een groot kunstwerk met vlaggen gemaakt. Na het openingswoord van Anna Leenders, begeleidster bij het vervaardigen van het kunstwerk, en een woordje van Jacques Schenk, voorzitter van Misty Fields, onthulden de kinderen het kunstwerk. Vanuit Misty Fields willen wij graag met kinderen en voor kinderen bezig zijn met kunst en cultuur. En vandaar dat wij een kunstproject hebben gedaan samen met de kinderen van de basisschool hier in Heusden. En het idee met vlaggen, van wie is dat afkomstig? Wij wilden graag iets maken wat zowel hier op het plein als op Misty Fields zelf zichtbaar was. En ook nog fleurig en iets kon doen in de vorm van versiering. Dus vandaar dat de vlaggen met de hele verhaallijn die erachter zit gekozen is. En wat is de verhaallijn? Het verhaal is dat een vlag uniek is en dat kinderen hun eigen unieke vlag hebben gemaakt met hun eigen ideeën daarin. Ze hebben daar ook een les over gevolgd van Lotte Martens, die dit project heeft geleid. En daarna zijn ze gaan nadenken over hun eigen vlag, hoe die eruit moest komen te zien. Nu wordt het dadelijk officieel geopend of onthuld eigenlijk. Hoe gaat dat? De kinderen gaan de laatste vlag hijsen. Daarnaast gaan ze nog het bord wat wij hebben laten drukken onthullen. En de voorzitter van onze stichting die zal nog iets vertellen. Daarnaast gaan de kinderen ook nog iets vertellen over het project. En tot hoe lang kunnen ze deze vlaggen bekijken? Ze zijn te zien de hele zomervakantie, dus tot het einde van de zomervakantie. Heel augustus nog. Daarna zijn ze te zien op Misty Fields zelf, het eerste weekend van september.